Het schooljaar 2019-2020 zal eindigen op 31 augustus 2020. Dat houdt in dat de Pinkstervakantie voor dit jaar door bijzondere redenen komt te vervallen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in een persbericht. Het ministerie zegt dat per 8 juni de schooldeuren worden geopend voor de toets- en examenklassen van het basis VOJ en VOS onderwijs. De scholen langs de oostgrens worden vooralsnog niet opengesteld. De leerlingen zullen de school volgens de normale schooltijden bezoeken. Met inachtneming van de COVID-19-regels zullen de leerlingen over verschillende lokalen binnen het schoolgebouw worden onderverdeeld. Het ministerie geeft verder aan dat na evaluatie van de eerste week in juni en in afstemming met volksgezondheid de lagere leerjaren van elk niveau beurtelings het onderwijsproces zullen hervatten. Het een en ander hangt ook af van de beschikbare ruimte binnen de school. Ouders en verzorgers van scholieren van de lagere leerjaren zullen via de schoolleiding op de hoogte worden gesteld op welke dagen hun kind de school moet bezoeken. De kantines op scholen zullen niet worden opengesteld om te voorkomen dat leerlingen zich in groepjes gaan begeven en daarmee de sociale afstand niet in acht nemen.